Hallo, deze leuke smurfin heb ik helemaal zelf ontworpen, omdat de smurfin die er al was, ik niet zo leuk vond. En ik vind deze ook gewoon schattiger. Daarom dacht ik, bij die andere dacht ik, ja, ik wil toch een schattigere. Dus toen heb ik deze ontworpen. Hij is wel kleiner, maar bij die andere had je hier twee uitsteeksels en dat vond ik er niet mooi bij. En ja, ik heb ook zo'n knikje in de muts gemaakt, omdat echte smurfen dat ook hebben, maar dan wel naar voren. En ik heb een beetje haar erbij gemaakt, het zit zo. Kun je gewoon zo optillen. Hij is een soort van 3D wel, maar hij kan niet zelf staan, zoals je ziet. Dan valt hij meteen om. Maar ja, ik vind hem gewoon veel leuker om zo te maken. En je hebt er blauwe voor deze. Deze heb je paarse nodig, maar ik gebruik gewoon nu wit. Zoals bij de echte smurf ook is. Geel voor het haar. En twee zwart. Ik weet nog niet de exacte aantallen. Maar onder dit filmpje ga ik die tellen, zodat ik die straks in de beschrijving kan zetten. En ik wil deze smurf ook nog laten zien. Maar die komt hierna. En dan moet ik ook nog eventjes bij tellen. De grote smurf heb ik nog niet ontworpen, maar die ga ik ook nog ontwerpen. Heel veel succes! Om te beginnen, heb je niet je loom in een pijl zo staan, dat de middelste rij ten opzichte van de twee buitenste rijen niet uitsteekt, maar we moeten hem gelijkmatig maken. Dus ik gebruik de achterkant van mijn gele haaknaald om deze blauwe stukken een beetje los te wippen. En dan kan ik heel makkelijk de middelste rij eruit halen. En die plaats ik dan weer recht in het midden. Ik duw het even strak aan, want het gebeurt nog wel eens dat hij bij mij losschiet. Zo. Dan wijst de rode pijl. Ik heb geen rode pijl nou, maar die rode pijl wijst van je af. Of gewoon de pijlen wijzen van je af. Of anders wijzen de openingetjes van de pinnetjes ook van je af. Je begint met het mutsje. We werken de hele tijd met twee elastiekjes. Dus we gaan eentje in het midden naar beneden. En van het midden ook schuin naar linksboven. Deze doen we niet schuin, want dan krijgen we een puntmuts en dat willen we niet. Dus ik ga hier van het midden naar rechts. En dan gaan we van links, één naar beneden, midden, één naar beneden. En rechts, één naar beneden. Of naar boven eigenlijk. Zodat je dit hebt. Als je dan omgekeerd kijkt, is het mutsje. Dan gaan we nu het haar al maken. Die gaan we eerst al haken ook. En daar gebruik ik geel voor. Eerst zet je op het einde van de muts twee gele neer, zodat je dit krijgt. En dan gaan we drie naar beneden en dan naar het midden. Dus drie naar beneden. Ook in het midden. En dan doen we hier aan beide kanten gewoon een enkel elastiekje. Het zijn ook volgens mij de enigste enkele elastiekjes die we er helemaal in plaatsen. En dan pakken we gewoon één elastiekje en die plaatsen we er zo helemaal overheen. Nog een enkel elastiekje, die plaatsen we
er ook helemaal overheen. Dan heb je dit. Nu gaan we hier een capband van 3 ringetjes plaatsen. Dus zet hem op het pinnetje, draait hem een slag. Zet hem op, draait hem nog een slag. En zet hem erop en dan laat je hem los. Draai even een rondje dan om het pinnetje met de capband, zodat de ringetjes een beetje gelijk worden. En dan draaien we onze loom om. En dan kunnen we het eerste deel gaan haken. En dan haak je de bovenste naar links. Bij mij naar links. Het kan ook wel zo zijn dat jij hem naar rechts hebt. Maar ik doe de tweede naar rechts. Dan de laatste, dat zijn er 2. Dan haak je verder, helemaal naar voren. Dan gaan we de hele rechterkant naar voren haken. De middelste bandjes die we erop hebben geplaatst, doe je gewoon naar achteren, want die moet je niet gaan haken. Die zorgt ervoor dat al deze elastiekjes bij elkaar worden gehouden en dat ze niet een beetje los komen te zitten. Deze 2, of deze 4 eigenlijk, haak je nog niet. Duw dit allemaal goed naar beneden, want we gaan er overheen elastiekjes plaatsen. En we gaan 2 naar beneden met blauw nu, omdat een swerf blauw is. De hele tijd met 2 elastiekjes. En dan gaan we naar het midden. En ook in de middelste rij moeten blauwe elastiekjes. Anders krijg je een gat in het hoofd. En dat staat denk ik niet zo mooi. Ik denk niet dat een van jullie een smurfin straks wil met een gat in haar hoofd. Dan gaan we nu de oogjes en het neusje maken. Eerst de oogjes maar. Dan heb je 2 zwarte elastiekjes voor nodig. En je haaknaald. Je doet je haaknaald. Je zet het elastiekje op je haaknaald. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Zodat je 4 lusjes op je haaknaald hebt. Met het andere zwarte elastiekje doe je hetzelfde. Dan pak je een enkel blauw elastiekje, zet je op je haaknaald en dan probeer je al deze lusjes op dat blauwe elastiekje te zetten. En ik vuurde hem even af, maar ik probeer het gewoon even weer opnieuw. Hij ligt nu ergens in mijn kamer. Hou ze uit elkaar, want straks heb je misschien wel anders een smurfin met 2 ogen aan de rechterkant bijvoorbeeld. Dan plaatsen we dit lusje en dat lusje hier en hier. En zet nog een keer eventjes die ogen goed. Dan
zoeken we het midden, zoeken we het ver, ja, midden van die twee lusjes op. Want het zijn twee lusjes nou. En dan zetten we de achterste over het pinnetje. Zodat hier een lusje langs gaat. En daar. Dan pakken we een enkel elastiekje voor het neusje. En die plaatsen we dan 4 keer op onze haaknaald. Dan pakken we een ander enkel elastiekje. Die vouwen we dubbel. Zet het terug op je vingers. Dan op je haaknaald. En probeer al die 4 lusjes voorzichtig, want zo net schoot hij bij mij nog vorige keer los. En dan zetten we die op dat deelgevouwen elastiekje. De andere kant zetten we ook op onze haaknaald, zodat je dit hebt. Dan pakken we gewoon nog een elastiekje. Die zetten we erop. Niet dubbel vouwen of wat dan ook. En dan zetten we het neusje op dat elastiekje. En dan plaatsen we die uiteinde van de lusjes. Van het enkele niet dubbel gevouwen elastiekje. Op de 2 pinnetjes. Onder waar we net de ogen hebben geplaatst. Dan heb je dit. Zorg ervoor dat het neusje net onder dit pinnetje zit. En dan kunnen we verder met het nekje en met het jurkje. Je pakt deze keer niet 2, maar 3 elastiekjes. Omdat we een stevig nekje willen. En die plaats je dan onder het hoofdje. Dan pak je de kleur waarin je het jurkje wil maken. En ook eigenlijk het mutsje al hebt gemaakt. En dan ga je naar links. En naar rechts. Dan ga je 3 keer naar beneden. Met wit. In het midden naar beneden 3 keer. En ook aan links en rechts. Dan gaan we naar het midden. Weer met 2 elastiekjes tegelijk. Nu gaan we de beentjes eronder maken. En dat zijn gewoon 2 blauwe elastiekjes naar beneden. Nog een keer. En dan een capend van 3 bandjes, of 3 keer. 3 ringetjes bedoel ik. Van de kleur waarbij ook je jurkje en de muts zijn gemaakt. Ook, dit doe je ook aan de andere kant. Nu is de smurfin op je loom gewoon klaar. Hij zit er helemaal op. Zij, bedoel ik. Maar mijn smurfin heeft nog armen. En wat is een smurfin nou eigenlijk zonder armen? Dus we moeten een armen maken. We pakken een los elastiekje. 3 ringetjes op je haaknaald. En dan pakken we 2. Zetten we erop.
die drie ringetjes moeten op die twee elastiekjes. Dat gaat bij mij even mis. Maar ik heb ook nog wel een andere manier die iets sneller voor mij werkt. Dat is gewoon hier. Drie keer naar beneden. Dus hier, 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 elastiekje en dan hier gewoon kapend. Dus zo. Zo. En zo. En dan kapend. Van drie ringetjes. En dan gaan we die haken. Dan pak je dat stuk eraf. En dan heb je dit. Volgens mij was ik net even buiten beeld. Maar ik doe het nog wel even opnieuw. Je plaatst hem dan hier. Tegen de schouder aan. Maar we gaan hier. Naar beneden. Naar beneden. Naar beneden. Dat halen we er zo weer af hoor. En een capband van drie ringetjes. Volgens mij zijn dit er nu twee. Nee, het zijn wel drie. Capband naar achteren. Haken. En dan haak je gewoon naar voren. Die haal je eraf. Trek hem alvast even in model. En dan plaatsen we hem tegenover die andere op de schouder. En dan kunnen we eigenlijk beginnen met haken. Eerst plaatsen we hier alvast een capband, een witte, van drie ringetjes. En dan kunnen we gaan beginnen met haken. Ik heb nog wel gezegd dat we al mogen kunnen beginnen met haken, maar dan wordt dit niet bij elkaar gehouden. Dus we pakken een enkel elastiekje, die rekken we uit, vouwen we dubbel en zetten hem daar helemaal overheen. Als het niet lukt, kan het aan de kwaliteit van je elastiekjes liggen. En is het niet heel erg, maar dan wordt dit ietsje minder dun, want hier is het helemaal samengetrokken. Dus is het best dun geworden. En dan heeft jouw smurfin dat dan niet. Maar we doen nog een keer, vouwen we hem dubbel. En plaatsen hem daarboven. Dan heb je dit. En dan kunnen we nu wel echt gaan haken. De pinnetjes wijzen naar je toe. Of de openingetjes gaat in de onderste capband van een voetje. En haakt hem naar voren. Ook aan de andere kant. Dan gaan we in deze capband. We pakken de bovenste twee. En haken die naar de plek waar die vandaan kwam. Ook deze. En de laatste. Dan haken we deze rechter ook naar voren.
Kijk goed dat je wel echt alleen de onderste twee pakt. En niet dat je per ongeluk ook nog een andere pakt. Want dan krijg je niet zo'n druppelvorm. En die druppelvorm moet je altijd maken. Want dan weet je dat je goed zit. Deze heb je misschien al gezien. Heb ik overgeslagen. Die blijft dus gewoon zitten. Daar doe ik helemaal niks mee. En ook de andere kant haken we helemaal naar voren. Tot op de plek waar die stopt bij het armpje. En dan alleen het midden nog. Dan haken we die linker naar het midden. En ook de rechter haken naar het midden. Nu is dit een heel druk pinnetje geworden. Maar we moeten de onderste drie blauwe eruit zien te vissen. Dus we gaan er helemaal in. En pakken de onderste drie blauwe. Haal ze eruit. En haak ze naar voren. Dan zijn we weer op een druk pinnetje aangekomen. Maar dat is niet heel erg. Dit is wel vervelend wat ik nu heb, want ja, ik heb hem. Toch niet. Sorry, mijn hand zat er even voor. Maar anders kreeg ik hem niet meer te pakken. Dit neusje heb ik weer omhoog gehaald. Omdat hij anders aan de achterkant komt te zitten. En dat is niet zo'n leuke plek, denk ik, voor een neus. Nu gaan we de andere ook haken. En ik pak er elke keer eentje tegelijk. Maar uiteindelijk kan ik die ook wel haken. Dan haak je die gewoon naar voren. Het ging hier eventjes mis bij mij, omdat er eentje losschoot, maar ik heb het heel even kunnen repareren snel. Maar nu haken we gewoon verder naar voren. En ik merk dat ik weer wat fout doe. Ik heb hem eventjes gerepareerd en nu ga ik wel gewoon verder werken. Maar deze haak is voor sommige creaties niet heel erg goed. Dus ook voor deze niet. Maar ik hoop dat je gewoon verder bent gaan werken. Want er is niks bijzonders of zo. Dit neusje duwen we nu naar achteren. En pakken ook die blauwe elastiekjes. Ook bij de oogjes duw naar achteren. Zodat je dit krijgt. Neusje nog even naar boven. Nu gaan we deze gele naar het midden haken. Dus van buiten naar het midden.
Maar ik heb niet alleen gele mee, merk ik nu. Maar ook een witte. Dat moeten we niet hebben. Dus ik plaats ze even terug. En ik pak alleen de gele. Ook de andere kant haak je. En dan kunnen we deze bovenste witte allemaal naar voren haken. De twee buitenste zijn makkelijk. De middelste is wat moeilijker. Omdat er nu veel elastiekjes op zitten. Soms helpt het ook wel om eventjes met je vinger zo te doen. Een beetje aan de kant duwen. En dan kun je heel makkelijk van onder die elastiekjes pakken. Maar het maakt niet zo heel veel uit hoe je het gaat pakken als je hem naar voren haakt. Dan gaan we die van links naar het midden haken. Dan die van rechts helemaal naar boven. En dan de laatste, deze in het midden, naar boven. En dan heb je, als het goed is, alles gehaakt. Controleer het nog even, want anders heb je straks een losse. Dat moeten we niet hebben. Maar we hebben sowieso een losse als we al deze elastiekjes niet gaan veiligstellen. Dus ga helemaal met je haaknaald erdoorheen. Pak een witte of een doorzichtig elastiekje. Ik gebruik de doorzichtige, omdat ik die gewoon mooier deze keer vind. Dus zet die op je haaknaald. Haal hem erdoorheen. Andere kant er ook op. En de achterste over de voorste heen. Trek hem aan. En de knoopjes klaar. Nu moeten we hem er helemaal van af gaan halen. En dat doen we met de achterkant van je haaknaald. Of gewoon met je haaknaald. En dan beginnen we bij de benen. Het laatste deel trek ik er heel eventjes voorzichtig af. Dan komt je smurfin er zo af. En dat lijkt niet heel erg op een smurfin. Vooral het hoofd niet. Maar we moeten hem in model gaan brengen. En het zijn elastiekjes. Dus dat wil wel makkelijk. Trek er even aan. Duw eraan, duw de oogjes naar voren. Trek een beetje aan het neusje. En duw en trek net zo lang totdat jij denkt dat hij mooi genoeg is. En dan heb je dit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie wat aan dit filmpje gehad hebben. En dat jullie het smurfinnetje leuk vinden. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!